vanaf het Museumplein in Amsterdam. We zitten Afro Musical Singalong 2013. We rollen nu snel backstage om verslag te doen wat er allemaal achter gebeurt. Let's go! Dit was echt te gek, man. Dankjewel. Die bak water die over Anouk heen viel. Ja, niet normaal, toch? Vanmiddag bij de repetitie kregen ze het allemaal in de neus. Toen zag je toen zo, en dan zag je dat ze het echt moest doorslikken en zo. Maar het ging echt supergoed. Kom hier! Oké, oké, ja. Doei! Ik doe mijn lippen nog even. Dit is wel een hele andere rol dan vorig seizoen, hè? Ja, maar je moet er goed uitzien op televisie. Vind ik tenminste. Even lekker die glimmertjes erop en ga met die banaan. Ook we moeten. Ja, zie je me nog? Als de dominatrix. Kom je voorbij, gewaggeld. Dit op het toneel. En dan zo achter het toneel. Dat is de realiteit. Wat gaan jullie doen? Want wij krijgen dan een lijst van nou die en die musicals komen. Maar jullie doen geen musical. Hè? Jawel. Met Nederland Musicaland, toch? Ja. Nederland Musicaland. Ja, maar dat is dus een... Want ik wist het natuurlijk niet, want dat is gewoon een liedjesprogramma met juist allemaal liedjes ja, van... Oh, dat bedoel je. Ja, schat, dat klopt. We gaan al oorspronkelijk Nederlands musical repertoire van de afgelopen 50 jaar. Daar maken we een soort van concertvormachtig, maar dan wat kleiner, wat meer... Oh, kwel je hem onder, sorry. Ja, vind ik wel lekker, hoor. Rotzooi is onvermijdelijk, laat ze gaan maar gaan. Even voor mij nog, wie spelen er mee naast jou? Joke de Kruijf, Wil van Dijk en Risse. Nog een keer. Hey Rosalie, wat leuk, je speelt in Nederland Musicaland. Wie spelen er naast jou nog meer mee? Rick Sessink, Joke de Kruijf en Wil van Dijk. Ik heb geen idee. Ik weet het ook niet. Ik weet het ook niet. Ik zat in die bruine ogen te kijken. Toen dacht ik, waar zijn we? Oh ja, dan verdwaal je. Ja, ik verdwaalde gewoon compleet in zijn ogen. Ik zag alleen maar blond haar de hele tijd. Dus dat wapperde voor je ogen. Heel Assenpoester komt voorbij. Ze zijn de volgende act. Ik hoop wel dat ze voor 12 uur klaar zijn, hoor. Anders veranderen ze in een pompoen. Hallo, we hebben het gered. Oh. Al die shows en dan ook nog... Hallo Nonne, hallo. Kom eens allemaal hier. Niet te doen. Hoe was het? Het was geweldig. Het was het fijn om even uit de klooster te zijn. Ja, heerlijk. We hebben nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. Even die habijten luchten. Even die habijten luchten. Kerk is het wel vol, maar niet zo vol. Nee, niet zo vol. Nee. Maar, en was je weer fantastisch zoals altijd? Ik heb geen idee. Dat is aan jou. Dat ga je terugkijken. Hoe vond u het gaan, Queen of the Nuns? Ik ben zo trots op mijn nonnetjes. Goed gedaan, Meire. Woehoe, yeah.